vanavond ga ik het nummer Hurt doen van Christina Aguilera. En dat wordt Unplugged. Dus heel bijzonder. Unplugged betekent muziek maken. Echt muziek maken nu. Met muzikanten en interactie samen. Dat wordt echt geweldig. En Christina Aguilera is een begenadigde zangeres. En Sharon ook. Dus dan is de link al gauw gemaakt. En ik vind Hurt een van de allermooiste nummers van de laatste tijd. Het bijzondere aan Hurt vind ik toch wel de opbouw. Het begint heel klein, heel kwetsbaar eigenlijk. En dan ook nog akoestisch. Wauw. Ik heb wel eens vaker gespeeld met muzikanten. En ik heb in een coverbandje gezeten. Black Gospel Choir uiteraard, zit je met een koor en een hele band. Ja, Sharon gaat het weer op haar hele eigen manier zingen met heel veel dynamiek. Dus de kleine dingen heel klein en de grote dingen ook echt heel erg groot. Vol met tekstbeleving en dat kan zij als geen ander. Dat je ieder woord voelt wat zij zingt. Dat maakt haar zo goed. Christina Aguilera heeft in Nederland al 14 grote hits op haar naam staan. En ze is pas 26. Jij bent 23, hè? Ja. Oh, dat ga je redden. Je hebt nog... Dat gaat jou lukken. Hurt is één van die nummers. En dat wordt vanavond vol tekstbeleving gezongen door Sharon. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. Take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for you've been away, yeah. Oh, it's dangerous, so out of line to try and turn back time. I'm sorry. Hoe gaat-ie? Goed. Ja. Volgens mij zit je er zo in. Dat raakt je echt, hè? Ja. Echt wel.
Goed gedaan, meis. Henk. Nou, ik heb heel veel... Ja, ach, kijk. Nou, ik heb heel veel respect dat je met zo'n moeilijk nummer hier gaat staan. En dat alleen is al ontzettend veel waard, vind ik. Ik vind het verhaal wat je vertelt ontzettend overtuigend. En dat er hier en daar ja, gewoon een nootje niet helemaal zuiver is. Dat vind ik, dat vind ik absoluut niet belangrijk. Het is een geweldige vertolking. Dank je wel. Kan je uitleggen waarom je nu emotioneel bent? Geen idee. Ik denk toch de tekst. Ik zit er zelf zo in dat ik dan ook helemaal... Moet je opbiechten dat ik vanmiddag ook huilend wegliep achter de coulissen. Ja. Okay. Ja. Heb ik het van je overgenomen? Ja. Marianne. Ja, ik kan hier heel kort over zijn. Ik hoor dit nummer heel vaak op de radio. En vanavond heb ik voor het eerst de tekst gehoord. Ik vond het geweldig. Henk-Jan. Ja, 1200 man zo stil krijgen, dat is... En dan ook, denk ik, velen met tranen in hun ogen. Dat kunnen maar weinig. Zij krijgt iedere keer voor elkaar om een brok in je keel, kippenvel. Ja. Dat is, ja, complimenten. Ja. Heel erg goed. Dankjewel. Ja, is Sharon jouw favoriet? Laat dat dan weten. En bel naar 0909-0304 of sms Sharon naar 5656. Bedankt voor deze mooie vertolking. Sharon.